Twee duels in 4B halen het einde niet. Monster, morele winnaar in Westlandse derby tegen Velo. En Forum Sport wint ook van koploper ARC. Dit en meer dadelijk na de reclame als we gaan terugblikken op het zaterdagvoetbal. Asta Casino op het Spui 27 in Den Haag is vanaf nu 24 uur per dag geopend. Het gezelligste casino van Den Haag en omstreken. Speel bewust 18 plus. Je eigen weg vinden. Niemand kan je vertellen hoe dat moet. Vrijheid is heel belangrijk voor mij. Het doet goed als ik over de stad uitkijk. Maar ook gewoon knallen. Geen gezeur. Werken met gasten waar je wat aan hebt. Wij zoeken mannen die niet bang zijn en die de vrijheid kunnen handelen. Ben jij zo iemand? Kom even bij ons langs. Het kan snel gaan. Sporten met de modernste apparatuur. Bedrijfsfitness, personal training en groepslessen. Kom langs bij Sir Winston Fitness boven Grand Café de Halve Maan in Rijswijk. Hartelijk welkom vanuit het Sir Winston Leisure Center. Haaglanden voetbal weekend. We gaan terugblikken op het zaterdag voetbal. En dat doe ik met de analisten René Pas en Hans Verlaar. Heren, welkom. We gaan gelijk beginnen in de vierde klasse D. Hans, HPSV, dat speelt thuis tegen Laakkwartier. Vorige week hadden we het erover, toen met analist Rob Blankenstein. Nou, dat is een zekere 2. Nou, dan wordt het een gelijkspel. Ja, een tweetje zat er wel in, maar het was een gelijkspel van 2-2. Ik begreep dat ze in de rust al met 2-0 achter stonden zelfs. En dat ze eigenlijk geen keeper bij zich hadden. Dus er zal weer een speler in de kogel staan hebben en ze missen nog wat andere mensen. Maar, ja, maar dan nog toch, moeten ze gewoon, tweede punt pas voor HPSV. Dan nog moeten ze gewoon ruim van zo'n laag vlieger winnen. En ja, dan zie je dat toch een stukje wisselvalligheid. En ja goed, uiteindelijk gaat daar Wateringsveld gewoon naar kampioen worden. Ja. Dus ja, die tweede plek of na competitie, daar strijden we nog met 4 plekken. Goed, maar als dat soort ploegen dan daar na competitie, dan hebben ze toch de kans om naar de derde klas te gaan. Ja, dan mag je dat soort steken niet laten vallen. Nee, dat moet je zeker niet laten vallen. Dus op zich, met de concurrentie voor de tweede, derde positie, ja, die dadelijk ook recht geven voor na competitie, is het gewoon teleurstellend. Maar als je dan ziet, Vredenburg, hè, dat draait ook volgens mij, ook voor die na-competitie, ja, speelt tegen een laagvlieger, Olivio, net aan 2-1. Ja, ook dat, maar je hebt toch nu een gaatje geslagen met de tweede, nummer 2, nummer 3. Vredenburg staat 3 punten los nu op het ogenblik. Dus ja, dus je hebt wel slechte wedstrijden als je wint, is het niet zo erg. Dan word je, vaak haal je resultaat, hè, als je slechte wedstrijden wint. Gaan we naar de vierde klasse B. Triest, 2 duels die daar het einde niet halen. Wedstrijd onder andere van Loosduinen tegen Malenstein. Zijn ook bij die buren van elkaar. Burenruzie, ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar er was nog aardig wat trammeland, heb ik begrepen. Wanordelijkheden, hè? Wanordelijkheden en ja, zelfs geloof ik is de politie nog erbij moeten komen of zo, heb ik begrepen. Maar of dat waar is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is geen reclame voor allebei de verenigingen natuurlijk. Nee, in dezelfde pool, Duno tegen GSS doorgestaakt. 1-1 stand. Ja. Scheidsrechter zou zijn bedreigd. Nou ja, goed, het hoort op het voetbalveld niet thuis. Ik zie gisteren op Studio Sport trouwens een hockeywedstrijd waarin ondertussen ook de scheidsrechter belaagd werd. Dus ook in die sport zie je dat zich voordoen. Maar ja, beide keren begreep ik dat de bezoekende ploeg op achterstand stond. En beide keren, terwijl de bezoekende ploeg de gelijkmaker of de thuisspelende club de gelijkmaker maakt, zie je de vlam in de pan slaan. Ja. En vervolgens ja, gaan we het op een andere manier het voetbalgevecht aan. En laten we het voetbal maar weg dan. Ja, we hebben het in vredesnaam even. Houtwijk trouwens heeft gewonnen tegen Rast. Dat doet weer mee. Doen we aardig mee. En hebben we weer kansen. Die staan maar ook 2 of 3 puntjes achter eigenlijk. Dus ja, alles is daar ook nog mogelijk. Dus het heeft niet zo'n invloed gehad op het vertrek van Demmers. Dat is wel positief voor me. Nou, hij is er nog steeds hoor. Want jawel. Patrick blijft wel zitten tot het einde van het seizoen. En hij wil graag met Houtwijk die nakomt. Nou, het zou leuk zijn als hij natuurlijk gaan promoveren nog. Zeker. Goed, dan in de vierde klasse A. Daar speelde Sef tegen de Hekkensluiter. Onze Voetbal Factory, mooie naam. Voor een voetbalfabriek. Sef wint maar net aan met 3-2. Ja, 3 punten zou je zeggen, maar goed.
Ja, goed. En VVSB, dat blijft natuurlijk wel onder wind in de hand. Ja. Maar ja, ze staan op 7 punten achter, maar ze hebben wel 3 wedstrijden minder gespeeld. Ja. En goed, dan is het geen wet van mede en persen dat jullie alle drie gaan winnen. Maar ja, goed, als je dat weer wint, dan sta je er gewoon bij. We hebben het al eerder over hier aan tafel. Het raar is dat we in deze fase van de competitie, dat het zo scheef getrokken is. Ja. Dan zou je toch haast zeggen van, in plaats van een complete ronde met de Pasen, daar een mooie gelegenheid wint aan. Nu gaat het ergens in mei gebeuren. Nou ja, ik snap de KNVB ook niet dat ze het programma niet op zich aan kunnen passen. Want je ziet in diverse afdelingen, zie je inderdaad de ene ploeg meer hebben, drie wedstrijden meer gespeeld dan de andere. Oh, de hele linies bijna, ja. Ja, en dan, lossen. En dan zie je ook dat in een volgend weekend de ene ploeg die er al 3 meer gespeeld heeft, wel tegen elkaar spelen die er meer gespeeld hebben, in plaats van degene die er minder gespeeld heeft. Ja. Wissel zo'n wedstrijd dan om. Ja, het is heel raar. Ja, waarom moet je vasthouden? Want ik ben zo bang dat je dan toch een stukje competitievervalsing gaat krijgen, want als je hoe langer wacht, dan zijn er dag wedstrijden. Gaat nergens meer. Clubs, het gaat nergens meer. Naast het lopen staan ze in middenmoot en zo, en dan denk ik, nou ja, het zal mijn worst zijn. Terwijl je dit jaar heel veel inhaal weekenden heb gehad. Ja. Dus ik snap niet. Heel vreemd vind ik dat. Gaan we naar 3B, René. Velo tegen Monster. Velo 2 keer op voorsprong. Monster komt 2 keer terug. Ja, Monster natuurlijk de morele winnaar. Ja, zonder meer. En dan kijk, als Monster die 2 inhaalwedstrijden wint, dan staan ze toch wel 2 punten weer voor op Velo. En ja, ik krijg een enorme ontknoping. Want het gaat tussen Velo en Monster, denk ik, gewoon de titel. Ja, en dan ben je ook nog bij Velo 2 man eruit gestuurd. Ja, je hebt de wedstrijd gezien, heb ik begrepen. Ja. Maar het is niet zo slim. Hele goede scheidsrechter vond ik overigens, ja. Okay. Maar goed, Edwin Vurens was er niet bij, hij was ziek. Ja, misschien dat dan ook een stukje scheelt qua discipline. In coaching, ja, dat zou best kunnen natuurlijk. Nou ja, goed, je ziet, het is wel ook de verdienste van Monster, hè. Want, zeker. Ja, goed, die hebben verleden jaar natuurlijk afscheid genomen van Maarten Klotsbach. Ja. En die heeft daar heel goed werk verricht. Alleen, ja goed, daar was op een gegeven moment de pijp leeg. Ja. En ze hebben het toch heel goed aangedaan om Robin Knoester terug te halen. Zonder meer. Want ja goed, ze draaien nu als een tierenlier. En wat dat betreft heeft de trainer Zwitser daar waarschijnlijk wel goed gedaan. Goeie keeper, heb alles mee, lengte, postuur, oké. In diezelfde klasse, Hans, Duindorp tegen Naaldwijk. Naaldwijk wint. Duindorp blijft het moeilijk houden. Moet steeds naar onderen kijken nu. Ja. Nou ja, goed. Dat is de voorlaatste, hè? Ja, ze moeten nog inhalen. Maar ze hadden wel goed gespeeld volgens Roel Sandbergen. Maar ja, ze komen niet tot scoren toe. Ja. Dus Sandbergen, die overigens in de belangstelling staat bij Houtwijk. Okay. Dus misschien dat daar nog wel wat te regelen valt. Te regelen valt. Ja, dat was een andere klasse trouwens. Goed, dan Quicksteps tegen GDA. Ik denk dat Quicksteps het veilig heeft gespeeld. Ja, een reguliere 1-0 is niet geweldig, maar die zijn wel veilig. Als ik zo de stand bekijk, dan dat is wel weer knap, vind ik, van de Quicksteps. Ja, zeker weten. De Konen doen het toch wel prima. Die zitten ook al een jaar of 4-5 volgens mij. En goede zaak voor hun. Ja, GDA overigens niet. Wim Baggerman komende woensdag bij ons te gast in ons programma Haaglander Voetbal aan tafel. Overigens dan samen met zijn zoon Nicky die bij RKC speelt. Gaan we gelijk door naar 3A. Hans, LSVV speelde tegen DSVP. 4-2 verloren. Ja, slechte dag voor DSVP. Ja, zeker tegen een concurrent voor een PD-plaats. Dan moet je eigenlijk met winst vandoor gaan. Als je naar DSVP, dan kijk ik nog even naar het Roembrugge verleden. Voor zover dat Roembrugge is. Waar ze tijd gebleven, dat inderdaad in de top speelde. Ja, en dan zie je dat nu, armzalig, onderin tegen PD-plaats aan strijden. Ja. Dus, meer clubs in het geval trouwens. Blauw-zwart. Dat doet het goed. Slechte start, doet het inmiddels goed. Winnen nu weer ruim. Dus, een linker rijtje. Dus Van Helm gaat zich redden. Van Helm gaat zich redden. En dat is toch knap. Want in het begin, ik geloof de eerste 5-6 wedstrijden, was het geen punt bijna. Nee. En nu hebben ze toch al regulier, pakken ze de overwinningen. En is wel leuk voor Van Helm. Nou zeker, omdat Blauw-Zwart heeft natuurlijk heel lang erover gedaan om eindelijk in die derde klasse te komen. Het zou wel heel triest zijn als je er eenmaal zit, dat je dan binnen een jaar er weer uitvliegt. Ja. Dat zou een enorme streep door de rekening zijn. Dit is gewoon goed voor de club. Ja, zonder meer. Met zo'n accommodatie, zo'n achtergrond hoort natuurlijk minimaal dat niveau thuis. Ja, ik denk het ook wel, ja. Goed, dan in diezelfde klasse BSC 68, Hans, gaan we uiteindelijk eindelijk weer wat een keer gewonnen en ze houden daar toch een beetje de aansluit, anders zullen ze steeds verder weg gaan zakken. Ja, het is een zovallig. Soccer Boys gaat daar kampioen worden, dat is wel een uitgemaakte zaak.
En ja, met BSC ligt met DWO, dacht ik. En nog drie ploegen liggen ze met z'n vijf op de loer voor die tweede plek. Ja. En daar doen ze door de winst van afgelopen weekend doen ze daar gewoon weer goed in mee. Dus, ja, omdat ja, ook DWO verloren, geloof ik. Dus ja, ja, dus DWO verloren ook van nummer twee, ja. Van Nispe, geloof ik. Van Nispe, ja. Dus, goed, drie of twee C komen dan terecht. Dan gaan we even kijken bij Ockenburg, de koploper, die Hagen. Verliest zijn tweede thuiswedstrijd op rij en dit keer van HVC 10. Ja, ja. Ik minder verrassend als de eerste keer tegen Reewijk. Nee, ja, HVC heeft natuurlijk 7 wedstrijden op rij gewonnen achter elkaar. Dus dat wisten ze al dat het toch een lastige ploeg zou zijn. Nou, dat moet ik zeggen dat die jaren een fantastisch eerste half uur speelde. Ze speelden echt goed voetbal en iedereen was eigenlijk het beste van de hele competitie zelf. En kwam ook terecht op 1 of voor. 2-0 had er één keer in gezeten, dat ging gebeuren niet. Ja, en 2 minuten voor de rust ja, krijgen ze er gelijk maken en 2 minuten na de rust. Ja, die voorstopper die valt op de grond, die glijdt uit, die jongen. En het is ook weer eigenlijk 2-1. Ja, en HVC gaat er met mannen aan. Dan gaan ze natuurlijk alles ervoor gooien. Hele jonge scheidsrechter die toch heel erg moeilijk had. Bij HVC liepen wel een hoop geroutineerde jongens. Ja. En die wisten dat wel uit te buiten hoor. Irritant zijn, overtredingen maken. En we moeten zeggen dat die Hagen mentaal niet sterk genoeg was. Want die creëerde niks meer, kregen nog een rode kaart. Tweede onterechte gele kaart eigenlijk, waarvan Lamin. Maar hij kreeg hem en ja, moest eraf. En ja, toen zag je de kopjes hangen. Kijk, Wim de Jong probeerde nog van alles. Gooide Jeroen Brandt in de spits en Jordan Rolfink. Ja. Maar ja, dan wordt alles maar alleen recht door hoog de lucht in gespeeld. Dan moet je ook via de zijkant komen. Ja. En dat zat er gewoon niet in. En ja, ze zijn nu wel gewaarschuwd. Wel mazzel dat Valk ook regelmatig punten verspeelt. Ja, je hebt 2 keer achter elkaar gelijk gespeeld. Het scheelt 4 punten, want anders dan is het toch maar een puntje of 4. En ja. nu staan ze nog op 9 punten. Maar ja, het is nog niet gespeeld nou hoor. Ik ben toch benieuwd hoe het mentaal gaat met ze. Ja. Als je de oudere kijkers misschien onder ons, daar zijn wij er wel een paar van. Maar die kunnen zich misschien wel herinneren dat Quickstep ooit zoveel punten voor stond. Ja, en uiteindelijk geloof ik een beslissingwedstrijd op het Wellmesterrein moest spelen. Dat klopt, ja, dat klopt. Dus, ik denk die Hagen het wel gaat redden. Ja. Maar ja, ze moeten wel oppassen dat het inderdaad neerwaarts gaat. Ze moeten nog naar Valken toe. Ze moeten het is een tweede thuis nederlaag op rij. Dan gaan we even kijken wat het gaat worden. SVC 08, dat speelde het Oostersportpark tegen Luuk Dunum. Ja, winst. En dat betekent gewoon dat ze toch weer aansluiten. Beetje aansluiten. Ja, ze doen zelfs mee voor de prijzen dadelijk. Dus ze spelen zich en veilig op deze manier. Ja. En ze gaan nog een beetje meedoen. Doet Van Doorn toch nog even goed. Vlak op de volg heeft dat hij het trainerskerkhof verlaat. Die trekt wel stiekem een lange neus dadelijk. Hij, vorig jaar deed hij de na-competitie, want dat was met de degradatie lukte net niet. Wie zal het zeggen dat dit jaar wel gaat lukken? Ja, DSO, dat moest knokken, want DSO moet natuurlijk... weg van onderen. Nou, dat deed het goed, want ze wonnen uiteindelijk van Reewijk. Reewijk heeft lang voorgestaan hoor. Ja, klopt. Ze hebben heel lang voorgestaan. En wij dachten, nou, dat is toen, dan zitten ze echt in de zorgen als ze die wedstrijd hadden verloren. Dan had het een heel groot probleem, want ja, Reewijk is toch gewoon een concurrent eronderin. Ja. Dus voor Faisal Soekhaai, die dus het eind van het seizoen vertrekt naar RCL, is dat in ieder geval lekker, want je wil toch wel bij een club weggaan, niet... Als degradant. Nee, maar ja, dat weet je wel, Ton, dat heb je nooit in de hand. Dat is al zo vaak, niemand wil degraderen natuurlijk. En ja, dan moet er toch eentje uit. Ja, nou goed. Dan Honselsdijk, dat speelde tegen Dokkers. Honselsdijk pakt toch ook de derde winst al op rij. Dat is toch wel knap hoor. Ja, zeker thuis hè, is het heel lastig spelen. Ja, je wint bijna niet op Honselsdijk hoor. Nee. Maar vind de strijdborst hè? De strijdborst. Mooie naam. Ja. Trainer Piet Boon... Die draaien nu lekker mee de middenmoot. Maar ja, goed, volgens de trainer die wilde voor de winst blijven gaan. En die willen nog de derde periode een rol van betekenis spelen. Ja, daar staan ze nu bovenaan in de derde periode. Hij is nog kort bezig, maar ze staan wel bovenaan. Nou, dat is wel heel erg mooi. Hansen in de eerste klasse A, Forum Sport. Ja, dat week daarvoor winnen ze knap bij Sportlust. Dus ook was er, ploeg die erboven stond, 3 punten. Nu krijgen ze ARC op bezoek. Gewoon de ploeg die daar gewoon de titel binnen gaat halen. Maar Forum Sport... pakt wel gewoon de volle buit. Ja, het is, ik zou bijna zeggen dat kan je aan Bas Steffens overlaten. Een topper in zijn soort. Sergio Melvoor, de man van de wedstrijd daar, oud-laakkwartierspeler. Ze gaan volledig in die periode meedoen natuurlijk. Hè. Ze staan geloof ik 3 gespeeld, 3 gewonnen nu in de periode. Dus, ja, na competitie loopt ook. Ze staan op de derde plaats staan ze ook. Vierde wel gelijk met eentje met z'n tweetjes. En, bijzonder knap. Ja, zeker weten. Zeker met spelen ook veel vanuit ook eigen jeugd. Kijken we naar Te Werven. De laatste wedstrijd in de competitie wonnen. Nu spelen ze uit bij Zwaluwe 30.
is niet eenvoudig. En ze halen er weer een ruime winst. Ja, ze hadden natuurlijk van de week ook een verrassend in de beker gewonnen. Hè, door de weekse wedstrijd. Die geeft ze toch een boost, denk ik. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat Huip toch nog op de rails krijgt waarschijnlijk. Dat hij toch geen degradatie gaat krijgen. Maar goed, hij is weer volop bezig om spelers naar zich toe te halen voor komend seizoen. Hè. Dat zal best wel. Ja, in ieder geval twee jongens van Velo van de zondag die gaan volgend seizoen naar Te Werven doen. Dat is inmiddels al bekend. Als je maar een beetje met die geldbouw wil ruimen, dan komen de spelers wel op jou. Het zijn jouw woorden, Hans. Westlandia dat speelde thuis tegen Breukelen. Westlandia had zichzelf een goede dienst kunnen bewijzen. Want definitief uit het probleem. Spelen ze gelijk, ja, dan blijf je toch ook Breukelen nog een beetje in de race houden. Ja, Breukelen staat de ene onderste geloof ik. Ze zijn de concurrent, dus zowel voor Westlandia dat nu op moet passen voor de PD-plaatsen. Ja. En voor Te Werven is het natuurlijk niet slim dat ze het niet pakken. Want daardoor blijven ze allemaal voor de PD in aanmerking komen. Als je nog Vitesse Delft krijgt, dat speelde 4-0. Uit bij WVHEDW. Ja, ik krijg wel wat dik klopt. Die week daarvoor, dat was inderdaad wel tegen Volendam. Ja. Ik krijg 10 doelpunten tegen 2 wedstrijden. Als ik kijk naar de stand, dan denk ik dat het een helve job wordt voor Peter Klomp. Ik denk het ook, ja. En hoe het verder gaat werken, weet ik natuurlijk niet. Maar Klomp is volgens jou de technische man die daar eigenlijk dus de hele technische gang van zaken gaat doen. Maar Vitesse heeft wel een ploeg, die willen toch wel op dat niveau blijven spelen. Maar het lukt voor geen meter de laatste wedstrijden. En waar het nou aan ligt, ja, ze scoren moeilijk. Nou, kijk, die Sander van Akker is natuurlijk vorig jaar gestopt. Ja. En dat was wel een hele belangrijke speler toen. Ja, zeker bij de spelhervattingen. Zo, sterk in de lucht. Dat scheelt erg veel. Maar het zal moeilijk worden voor ze. Ja, nou goed, we gaan dat afwachten. Gaan wij naar de hoofdklasse. Noordorp, dat ging een verre uitwedstrijd maken. Helemaal naar Zeeland tegen de Belgische grens. Hij moest aan de hoek toe. Ja, Hans, op voorhand weten we dat dat niet eenvoudig is om daar punten mee te nemen. Nee, maar ze hebben nog 2 inhaalwedstrijden te gaan. En dus in totaal nog 9 wedstrijden voor de boeg. En ik denk dat ze uiteindelijk hun veegelijf wil redden. Dus kijk, ze moeten wel de punten gaan halen. Maar ik zie ze nog niet direct uit die klasse kukelen. Ze gaan ook tussendoor zitten, denk ik, Hans. Want ze winnen geen wedstrijd meer, hoor, op het ogenblik. Ja, maar goed, er zijn nog 9 te gaan. Ja. En op zich is al niks aan de hand. Maar ze moeten wel een keer gaan winnen. Ja. Ja. Dat deed FC Schavenzanden overigens wel. Ja. Thuis tegen RVVA, ruime winst zelfs. Ik denk dat Schavenzanden zich in veiligheid heeft gespeeld. Ja, dat denk ik ook wel. En ik vind het toch een knappe prestatie van ze. Vorig jaar gepromoveerd. Nieuwe trainer, jonge trainer. En als zo het er nu uitziet, prima seizoen voor hen. 4-5 puntjes en dan zijn ze veilig, denk ik. Wat daar wel opvalt, is dat wat ze zelf zeggen, dat het swingende voetbal wat ze voor de winter eigenlijk speelden, vervangen is door een hele zakelijke prestatievoetbal. En, ze pakken wel de punten. Ik wil dat zeggen, deze fase is het pakken van punten belangrijkste. Ze hebben echt 3 of 4 keer elkaar gewonnen de laatste. Oké, nou goed heren, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Weekend. We hebben een terugblik gedaan op het zaterdagvoetbal. Heren bedankt en thuis bedankt voor uw aandacht en tot volgende week.